Smalltalk, wat is het? Waarom doen we het? Welke onderwerpen hebben we het over? Of welke onderwerpen kun je beter vermijden? Laten we het vandaag aan Enschede vragen. Daar gaan we dan. Ik wil het over smalltalk houden. Okay. En weet je wat dat inhoudt? Ja, smalltalk, hoe het met weer is en dergelijke, toch? Klopt. En doe je dat zelf aan? Jawel, soms wel. Niet altijd, maar als het een beetje awkward wordt, dan ga ik het wel gebruiken. Smalltalk? Ja. Ik hou er niet van. U houdt er niet van? Soms moet je gewoon... Ja, in bepaalde situaties is dat de ingang om contact te maken natuurlijk. Smalltalk, dat zijn koetjes en kalfjes. Koetjes en kalfjes, het weer. Wat er gisteren op televisie was, voetbal. Dat is smalltalk. Ja, denk het gaat niet over de grote issues zoals klimaatverbeheersing en dat soort zaken. Dus u vindt dat mensen meer met elkaar moeten communiceren en meer... Ja, dat zou best vaker kunnen, in veel gevallen. Ja, vind ik wel. Probeert u het vaak te doen? Regelmatig, ja. Dat zeg ik. De meeste mensen die zijn zo individueel. En, ja, we hebben geen tijd, haast. Dus dat is vaak nog wel een groot probleem. Ja, als ik ze tegenkom op de trap wel, ja. Ja. En waar heeft... Even, over allerlei dingen. Wat ons bezighoudt in het complex. We hebben een klein complex waar we wonen, maar... Ja, gewoon, inderdaad. In ieder geval, hallo, goeiedag. Nou. Wat denkt u dat het doel is van smalltalk? Sociale gebeuren. Je hebt even contact met elkaar. En een beetje op de hoogte blijven. Om contact te hebben. Want ook als je praat en het gaat nergens over, heb je toch contact. Kijk je elkaar aan misschien. Sta je in ieder geval niet vijandig tegenover die ander. Dus vooral het sociale aspect dan ook? Dan het sociale aspect, ja. Net zoiets als zo gaat het met je. En op feestjes doe je natuurlijk veel. Om een sociale ideeën te uiten, denk ik. Toch wel. Het hoeft niet altijd meteen natuurlijk een heel zwaarmoedig gesprek te zijn over van alles en nog wat. Smalltalk zijn natuurlijk, dat zijn kleine issues. Daar kom je met z'n tweeën nog wel een keertje uit. Maar klimaatbeheersing, dat lukt ons niet zo vandaag niet. Vandaag niet en morgen ook niet. En je krijgt daar heel vaak tegenstelling in. Hè? Mensen heel snel boos worden op elkaar. Ja, dat moet je ook niet hebben. Met smalltalk niet. Met smalltalk word je ook niet boos worden. Ja. Iedereen heeft wel een mening over het weer. Ja. Ja. Dat is wel zo, ja. En voetbal. Als je communiceert, weet je meer van elkaar. Kijk, als jij bijvoorbeeld zegt, in die hoek is altijd lawaai. Maar je weet niet eens wie daar woont. Als je ze bij wijze kent. Van spreken, ja, als je ze als kent. Als je ze kent, dan krijg je al gelijk contact. Ja, het is makkelijker ook contact te leggen en te zeggen van... Want communiceren is wel een schakel om iets duidelijk te maken naar mensen. Hè? Over smalltalk gesproken, wil je jouw smalltalk oefenen? Word dan lid van Easy Dutch, waar we een Slack-channel hebben... waar je met andere leerlingen van Nederlands kunt praten. En met ons. Wil je lid worden? Klik dan hier. Of... Kijk in de descriptie voor meer informatie. En wat zijn de onderwerpen dan vaak? Waar zou je het over hebben? Oh, dat vind ik een hele lastige, want ik ben niet zo van de small talk. Ik vind het makkelijker om over iets inhoudelijks te praten dan over helemaal niets. Maar dan zal het gauw gaan over... toevallig kwam ik net nog een oud collega tegen. En dan vraag je gewoon, hoe is het ermee? En valt het nog? En is het leuk? En ja, dat zijn het standaard dingen waar je niemand kwaad mee doet. En dat zijn dan natuurlijk ook dingen waar je dan ook oprecht geïnteresseerd in bent. Ja, ben ik natuurlijk wel oprecht geïnteresseerd in. Ja, ik zal nooit de vraag stellen, denk ik, zomaar voor de lieve vrede. Nee. Nou, over wat er op dat moment speelt. Hè. Het kan het weer zijn, het kan de tuin zijn, het kan de buren zijn, het kan iets op tv zijn of iets wat op dat moment in de stad gebeurd is. Of... Over de kinderen bijvoorbeeld, of over... De trekkers en het gras en de tuin, ja, daar had je vroeger... Wat sprak ik vroeger mijn buren nou? Nee, weinig. Dat is anders, ja. Ik vraag de buurman wat zijn vrouw gisteravond aan had. Jezus. Ja, bijvoorbeeld, toch? Wat een onzin. Nee, dat is niet waar. Maar wij spreken bij de buurman nou? Dus weinig. Echt, als je elkaar tegenkomt, dan spreken wij elkaar.
En, maar dat is buiten afwonen, denk ik. Misschien klagen over het weer. Ja, dat is wel echt wel een small talk die veel Nederlanders doen. Inderdaad. Dat vooral, ja, klagen over het weer. Ja. Gewoon lekker direct zijn. Ook een beetje small talk, je ook gewoon lekker weten zeggen wat je denkt. Dat kan best wel leuke dingen, soms best wel leuke situaties veroorzaken. Kan soms een beetje gevoelig zijn, maar het is wel vaak wat ook gebeurt met small talk. Dus gewoon lekker zeggen wat je denkt. Zijn er ook dingen waar je vindt dat je het eigenlijk niet over kunt hebben in zo'n praatje? Ja, wat privé is, houd je privé. Ik bedoel, anderen niet hoeven te weten, daar ga je ook niet over praten natuurlijk. Ja, soms gaan mensen te persoonlijk op in. Dat vind ik, ja, dat wil ik soms wel, maar dan soms is het te persoonlijk en dan wil ik het liever niet. Poeh, ja, je vraagt iemand niet zijn hemd van zijn lijf. Nee, je hebt het wel over algemene dingen. Tenminste, als het op straat zich afspeelt, hè. Je doet het natuurlijk ook wel met vrienden, small talk, maar dan kun je er een keer een lekkere grap in gooien. Ja. Ja, ik zeg, voor mij toch een beetje politieke onderwerpen. Laat niet heel erg small talk om in één keer even hele politieke mening op tafel te gooien. Maar verder, ja, ik kan vooral zo'n leuk small talkje maken als je gewoon een beetje leuk weet te verwoorden. Ja, werkzaken, vergaderingen, punten en zo, dat soort houden liever buiten de small talk. Dus lichte, veilige onderwerpen. Ja, het is gewoon, ja, gewoon, ja. Eigenlijk wel de lichte onderwerpen spreek je gewoon lekker met small talk. Dat is wel beter om te doen. Ik denk dat wij allebei wel heel open en eerlijk zijn. Dus wij vermijden niet gauw onderwerpen, denk ik. Nee. Nee, denk het ook. Ik heb wel eens... mijn buren willen heel vaak praten. Alleen, ik moet dan gaan of heb er eigenlijk geen zin in. En dan probeer ik eens een beetje te ontwijken. Of dan doe ik net of ik op mijn telefoon kijk. En heb je dat ook wel eens, dat je soms dat probeert te vermijden? Ja, dan loop je in de stad en dan kom je een bekende tegen. En dan denk je toch van... niet vandaag, geen zin in. Wat doe je dan? Ja, ook op mijn telefoon of wegkijken of praten met degene met wie ik dan ben. Nou, dan is het vooral zeg maar onder je vriendenkring of zo, vriendenkennissenkring, wat ik dan doe. Als ik me verveel, dan ga ik weg. U gaat gewoon weg. Ja. Merk je aan elkaar wel. Soms inderdaad heb je iets te doen en dan zeg je nou ja, ik ga wel weer. En, ja. Dat merk je soms aan degene waarmee je spreekt. Hè? Die wil ook weer verder. Ja. Soms moet je daar een beetje een draai aan geven. Zo van, dan weet je beide niet van... is het afgelopen of niet? En dan, dan gaat het meestal zo vanzelf. Want er komt iemand langs en die zwaait. En dan zeg je, nou ja, hè, kom, ik ga ook verder. Soms als je in de trein of in de bus zit. En er komt iemand naast je zitten. En dan weet je niet waar hoe je over moet praten. En dan beginnen ze misschien over het weer. En dat is het eigenlijk. Dan is het soms... dan wordt het een beetje awkward, die stilte. Ik heb het zelf soms... Ik heb buren die heel graag praten. En ik praat er ook graag mee. Maar soms moet ik eigenlijk stiekem gaan. En dan heb ik eigenlijk geen tijd. En dan... Maar dan zegt u dat toch gewoon? Gewoon eerlijk zijn. Ja, zo ben ik wel. Ja. En er zijn ook buren waar je iets minder mee hebt. Kan ook. En wat doe je dan als iemand tegen je begint te praten, maar je hebt eigenlijk niet zo'n tijd? Ja, dan ik heb wel van jullie geleerd direct zijn en zeg dat ik heb geen tijd en dan moet ik weg. Ja, soms gebeuren. Maar, ja. Gewoon eerlijk zijn. Ja. Zullen jullie voor de grap van mij proberen af te kunnen komen? Ja, zijn moeder belt zo meteen. Dus dat is wel... Ja, we hebben oprecht wel een aantal mensen die voor ons aan het werk zijn. En daar hebben we mee afgesproken zo meteen. Maar het is wel mooi weer, toch? Nee, het is, als er een zonnetje was, was het leuk geweest. Maar de temperatuurtje valt best mee. Maar en gaan jullie dan leuke dingen doen met die mensen op het werk? Ja, maar die hebben ons dus nu nodig. Aangezien ze 5 minuten geleden belden ze ons al. Daarom zijn we onderweg er naartoe. Oké, nou dan. Dankjewel. Ja, dat was goed gedaan. Ik voel me ook niet afgewezen dat ging netjes. Nu zijn jullie aan de beurt. Wat vinden jullie van Smalltalk? En hoe werkt het in jullie land? Schrijf het hier, in de comments. En doe het in Nederlands, zodat je meteen kunt oefenen. En vond je deze video leuk? Klik op subscribe en op like. Vond je het niet zo leuk? Nou, klik ook op like. Dankjewel, tot ziens. Dag.